Een financieel plan is een inschatting van verwachte inkomsten en uitgaven over een periode van 2 à 3 jaar. Dit is essentieel aan de start van je activiteit en verplicht als je een vennootschap opricht. Maar zeker ook aangewezen als je je bedrijf goed wil runnen. Door je ambities in cijfers te vertalen, kan je toewerken naar wat je wil bereiken, weet je hoeveel je moet verkopen en of je nieuwe investeringen kan voorzien. Een financieel plan toont of je omzetinschatting, je prijsbepaling en je kostenstructuur in evenwicht zijn op langere termijn. Aan de hand van onze gratis template kan je het financieel plan gemakkelijk opmaken. Je vult alle tabbladen 1 voor 1 in. Op het laatste blad krijg je een synthese van je inkomsten, uitgaven en het verwachte resultaat. In deze video tonen we hoe je dit doet, in 4 stappen. Stap 1. Vaste kosten. Je start met het oplijsten van je vaste kosten. Dit zijn de algemene bedrijfskosten die je maakt, of je nu veel of weinig verkoopt. Geef alle bedragen steeds exclusief BTW in. Begin met de kosten voor diverse goederen en diensten. Dit zijn kosten voor kantoor, ontwerp, verkoop, PR en diverse. Ook het loon van de zaakvoerders valt hieronder. Vervolgens schat je de personeelskosten in voor de mensen die op je payroll staan. Freelancers tel je hier niet mee. Hou rekening met het bruto loon en de sociale bijdragen die je als werkgever betaalt. Vergeet ook het vakantiegeld en de eindejaarspremie niet. Kan je hier moeilijk aan uit, vraag je sociaal secretariaat om een simulatie per werknemer. Na je personeelskosten ga je de afschrijvingen aanvullen. Wanneer je een grotere investering doet, zoals de aankoop van computers, kantoorinrichting of auto's, wordt er verwacht dat je deze zaken meerdere jaren gaat gebruiken. Deze aankopen moet je verplicht afschrijven. Afhankelijk van de aankoop verdeel je deze kosten over 3, 5, 10 of 20 jaar. Ten slotte zijn er nog je financiële en andere bedrijfskosten. De andere bedrijfskosten bespreek je best later met je boekhouder. De financiële kosten zijn je bankkosten en de te betalen interesten. Als je dit allemaal ingevuld hebt, kan je verder naar stap 2. Stap 2. Omzet. In deze stap ga je je omzet bepalen. Hier ga je het bedrag invullen dat je denkt te kunnen verkopen. Je omzet is gelijk aan het aantal verkochte producten of diensten maal de verkoopprijs. Probeer dit realistisch in te schatten. Je deelt deze tabel in naar wat voor jou het meest logische is. Dit kan op basis van het soort product, dienst of regio. Verkoop je producten, dan maak je een inschatting van het aantal aankopers en het budget. Je hebt bijvoorbeeld 5 winkels die aankopen voor €10.000 en 10 winkels die aankopen voor €3.000. Verkoop je diensten, dan maak je eerder een inschatting op basis van het type project. Weet je nog niet goed welke prijzen je gaat hanteren? In het hoofdstuk Verkoop van onze ondernemersgids op flandersdc.be leer je alles over prijsbepaling of gebruik onze prijszettingstool op prijsinzicht.be. Nu je zicht hebt op je omzet, ben je klaar voor de voorlaatste stap. Stap 3. Variabele kosten. Op dit tabblad vul je je variabele kosten in. Dit zijn alle kosten die je maakt voor de productie van je producten of dienstverlening. Denk aan grondstoffen, het maakloon, verpakkingsmaterialen en transportkosten. Freelancers die product- of projectgebonden voor je werken, horen hier ook bij. Denk eraan, je variabele kosten zijn sterk gerelateerd aan jouw product of diensten. Ze gaan mee omhoog met je verkoop. Zorg ervoor dat je verwachte omzet en je variabele kosten op elkaar zijn afgestemd. Je hebt nu alle financiële informatie ingevuld en bent klaar voor de laatste stap. Stap 4. Synthese. In dit laatste tabblad krijg je een overzicht van de inkomsten, uitgaven en het te verwachten resultaat. Je leest er de winstgevendheid of rentabiliteit van je activiteit af. Eindig je met een negatief cijfer, dan weet je dat je aanpassingen moet doen. Dat kan door je omzet te verhogen, je kosten te drukken of je prijs aan te passen. Of een combinatie hiervan. Hoe moet je deze synthese nu juist interpreteren? Er zijn 4 belangrijke cijfers. Eerst en vooral is er je bruto marge. Dit is de som van je omzet en je eventuele andere bedrijfsopbrengsten, zoals een subsidie min je variabele kosten. Je bruto marge is het bedrag dat je overhoudt om je vaste kosten mee te betalen. Een 2e belangrijk cijfer is je EBITDA. Dit staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation en Amortization, ofwel je operationele cashflow.
Dit cijfer is een belangrijke graadmeter voor de winstgevendheid van je dagdagelijkse activiteiten. Banken en investeerders kijken hier streng naar wanneer je extra financiering vraagt. Wanneer je je afschrijvingen en waardeverminderingen aftrekt van je EBITDA, bekom je een derde belangrijk cijfer, je bedrijfsresultaat. Dit is de netto-winst die overblijft na het aftrekken van alle operationele kosten. Ten slotte is er nog het vierde cijfer, het resultaat voor belastingen. Dit krijg je wanneer je de financiële en uitzonderlijke kosten en opbrengsten verrekent bij je bedrijfsresultaat. Hierop worden je belastingen gebaseerd. Afhankelijk van je statuut zal personenbelasting of vennootschapsbelasting van toepassing zijn. Als je dit allemaal juist hebt ingevuld, heb je een overzichtelijk financieel plan. Samen met je kasplanning en onze andere tips heb je een sterke basis om jouw onderneming verder op te bouwen. Nog vragen? Neem gerust gratis contact op met Flanders DC via flandersdc.be/advies.